Ik denk dat de business controller is wat mij betreft een van de meest waardevolle functies binnen de financiële functie. Omdat een business controller in tegenstelling tot zeg maar de ouderwetse financiële controller, zeker de boekhouder, ook veel meer in staat is om sparringpartner van de directie te zijn. En is in die zin ook veel meer een partner die ook niet alleen maar terugkijkt naar het verleden en wat gerealiseerd is, maar met name ook meekijkt naar de toekomst. Nou, wat ik belangrijk vind binnen Opfion is dat je als directie bepaalde besluiten wil nemen, bepaald beleid tot uitvoering wil brengen en daar wil je een terugkoppeling op krijgen wat de effecten daarvan zijn en daarop kunnen bijsturen. Dus dat vraagt ook vooral een kritische houding van een business controller. Ik vind dat oude adagium van je kunt elk bedrijf aansturen, dat vind ik onzinnig. Ik vind dat je iets moet hebben met het bedrijf, met het vak. En dat is dat je in een fabriek werkt die patat maakt of friet maakt, dan moet je iets met eten hebben. En zo vind ik ook dat als je een hypotheekbedrijf werkt, dan moet je wel snappen wat een hypotheek is. Ik denk dat de business controller van eminent belang blijft binnen een bedrijf. En met name ook vanwege het tegenwicht wat hij vormt voor directeuren en managers. Om gezamenlijk de toekomst van een bedrijf te bepalen. Nou, de belangrijkste tip die ik voor business controllers heb, is dat je naast zeg maar, het enorme analytisch vermogen wat je sterk ontwikkelt ook tijdens je studie en in je vak, dat je dat ook weet om te zetten in daadkracht bij anderen. Dat betekent eigenlijk dat je moet beïnvloeden vanuit een niet-hierarchische positie. Dat is iets wat verschrikkelijk veel oefening vraagt. En ik zou met name het gunnen aan business controller van heb het lef om dat ook gewoon te proberen en dat te ontwikkelen.